In deze video bespreken wij nooit uitgevoerde Efteling-attracties. Een hele goede avond, lieve mensen. En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op Theme Park Late Night, de pretpark talkshow op YouTube. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen en te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Want dat zouden wij nog steeds heel leuk vinden. Zeker. In deze video gaan wij het hebben over... Ik moet even één ding zeggen. Wat dan? Jij klinkt steeds meer als een soort van radio-dj. De pretpark talkshow op YouTube. Nou, ik groei gewoon in mijn rol. Eerlijk, het wordt steeds meer zo'n radio-stem. De pretpark talkshow op YouTube. Dit is Radio Theme Park Late Night met de pretpark talkshow op YouTube. Leuk. Ja. Oké, dat was het. Gaan we verder. In deze video gaan wij het hebben over nooit uitgevoerde Efteling attracties. Om het een keer een beetje anders te doen, hè, even een beetje het formatje aan te passen, heb ik eigenlijk een beetje research gedaan. Zo, jij hebt met helemaal die Eftepedia ingedoken. Ik heb heel Eftepedia afgestruind. Ik dacht, wat doe jij? Maar jij was gewoon aan het zwemmen zo, in het Eftepedia zwembad. Precies. En dan heb je allemaal dingen zo, zeg maar net als wanneer je van die stokjes moest duiken, van die ringen. Ja. Heb jij allemaal nooit uitgevoerde attracties eruit gevist. Ja, zeker. Je haar is nog helemaal nat ervan. Je zwembroek nog aan. Nee, maar ik heb dus allemaal attracties die nooit zijn uitgevoerd verzameld. Ja. Die ga ik dan aan jou voorleggen. En dan gaan we er even een beetje over babbelen. Oké, ik ben reuze benieuwd. Jij bent reuze benieuwd. Heb je ook plaatjes? Zeker. Oké, leuk. Zullen we maar meteen beginnen met de eerste? Ja, begin bij het begin. Dat is de heksenketel. Ik heb hier al een keer van gehoord. Ja, dat zou dus een spinningcoaster zijn in de Efteling. Hij zou volgens mij komen op de plek waar Vogelrok nu staat. Het unieke aan deze attractie, aan deze spinningcoaster, zou dus zijn dat je in een heksenketel zit. Dus jij zou een ingrediënt zijn in de soep. En het karretje, of de spinningkarretje van de spinningcoaster, dat is dan de kookpot of de heksenketel. Nou, lijkt mij wel leuk. Roeren in de heksensoep. Nou, ik vind het sowieso eigenlijk, als je erover nadenkt, Efteling heeft nog nooit iets met heksen gedaan. Nee, eigenlijk. Waarom is er niks met heksen? Gek, hè? Heksen zijn leuk. Die maken allemaal gekke drankjes. Het enige wat je kan vinden is die gekke bezem. In het Sprookjesbos. Ja. Nou ja, en je hebt natuurlijk... Kniebel, knuisje. Maar ze hebben nog nooit echt een attractie gedaan met heksen. En dit zou denk ik de beste manier zijn. Ik kan nu ook niks anders bedenken wat leuk hekserig is. Een flying coaster. Oh, ik dacht zeg maar zoals de booster bikes of zoals Tron, maar dan op bezemstenen. Dit is Efteling, schrijven we mee. Oh my god. Een booster bike. Bezembike. Bezembike. De bezembike. Nee, dat zou echt fantastisch zijn. Maar dit is dus niet één die de Efteling zelf ooit heeft bedacht. Dus deze komt van jou. Dus dit telt nu even niet. Oké, het spijt me. We gaan door naar de volgende. Okay. De volgende attractie is Jungle Symphony. Dat klinkt leuk. Weet je hoe dat klinkt? Nou? Ik heb nog niks gehoord, alleen de naam. Klinkt als tik 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 tiki room. Dit is echt heel grappig dat je dit zegt. Want het is een klein beetje daarvan gejat eigenlijk. Meen je niet? Ja, het is bedacht door dezelfde ontwerper als Carnival Festival. Het zou ook daar tegenover komen te liggen. Het systeem is eigenlijk de Carousel of Progress uit Disney. Dus een soort van ronddraaiend ding. Met die poppen. En dan zouden er dus allemaal cartooneske dieren zitten. En die zouden dan ochtend, middag, avond en nacht symboliseren. Met een leuk gezellig muziekje. Maar wel heel cartoony. Dus niet echt Eftelings Efteling. Ik vind het wel een leuk idee. Als het meer Eftelingstijl zou zijn, zou ik dat denk ik wel leuk vinden. Ik hou wel van dat soort knullige dingen. Nou, ik heb nooit echt iets gevonden. Oh. De volgende vind ik eigenlijk een hele bijzondere. Oh. Dat is het Waterpaleis. En er is dus ooit een plan geweest voor een zwembad bij de Efteling. En dat zou dus het Waterpaleis heten. Maar er was toch vroeger ook een zwembad? Ja, maar echt een groot indoor zwembad. Oh, indoor. Of echt een subtropisch zwembad. En daarbij zou dus een hotel zitten met een soort directe aansluiting aan het zwembad. Gaat een belletje rinkelen? Kronasaur Atlantica. Ja, zoiets zou het dus worden. En het thema zou dus beach. Het zou een beach hotel zijn. Strandhotel. Wat leuk. Kan dit er alsjeblieft komen? Stel je voor dat we gewoon een soort van Rulantica hebben dicht bij huis. Gewoon lekker erheen, een biertje drinken, cocktailtje drinken, lekker zwemmen. Dat zou ik waar aan kunnen wennen. Nou, en dat het dan in de winter dat de Efteling open is tot 6 en dat je dan daarna nog tot 10 daarheen kan. Ja, dat is waar. Dat is waar. En wat ik erover gelezen heb, ze waren ook echt wel van plan, het zou echt een Efteling zwembad worden. Het zou niet zomaar een subtropisch zwembad zijn. Dus wel echt Efteling vibe. Efteling sausje. Oeh, dat lijkt me wel echt heel erg. Zo benieuwd wat dat geworden zou zijn. Ja. Gaan we door naar de volgende. De jongen die wilde leren griezelen. Ik weet niet of ik het nu goed zeg. Ik ken dit. Ja. Dit heb je voorgelezen aan mij. Ja, dit is dus een sprookje. Peter Reinders had dus echt lang geleden al het idee voor een achtbaan met dat thema. En de karretjes zouden dan een bed zijn. Dus dat zou eruit zien als een matras of zo. Yo. En dan zou je dus door een soort spookkasteel leuk de achtbaan gaan. Nou ja, die attractie is er helaas nooit gekomen. Jammer. En later hebben ze voor het spookslot gekozen. Ja. De volgende is er eigenlijk in twee varianten. Het zijn eigenlijk twee stappen. Dat begint eigenlijk bij het Huis van Pardoes. Het Huis van Pardoes. En dat heb je misschien, daar heb je misschien al een keer de tekening van zien hangen in gezien, het Efteling Museum. Heb ik gezien. Ja, dat is eigenlijk het eerste idee wat er ooit geweest is van om Pardoes een soort prominente plek te
geven. Ja, dat zou dus een soort van walkthrough-achtig huis zijn. Het zou eigenlijk moeten lijken alsof Pardoes net weg was. Dat hij er net toevallig even niet is als jij er bent. Eigenlijk een beetje net zoals door een roosje. Gewoon je kan door glas kijken naar Pardoes-scènes. I like it. En helemaal boven zou je dan een soort sterrenkijker hebben of iets met sterren. Zoals in het videogame. Ja. Ja. Ja, volgens mij wel. En daar zou je dan iets kunnen activeren of zo. En dan zou je informatie krijgen over verschillende sterren. Leuk. Slash planeten uit symbolen. I love it. Maar dan gaan we dus nu naar het volgende dingetje. Ja. En dat is Hartehof. En Hartehof is eigenlijk echt de voorloper van Symbolica. Dus eigenlijk een beetje het oorspronkelijke idee van Symbolica. Het zou dus een dark ride worden. En het ritssysteem daarvan, dat was een soort hele grote, lompe versie van wat er nu in Harry Potter en de Forbidden Journey zit. Ja, die robotarmen. Dus, ja, maar die kan dus heel soepel een beetje bewegen. En deze kon dat niet. Dit was eigenlijk gewoon een hele grote bank op wielen. Dit is eigenlijk een beetje mijn favoriet van deze hele rij. Want ik ben zo benieuwd wat dat geworden zou zijn. Ik vraag me zo af wat nou dat oorspronkelijke idee zou zijn geweest. Ik vind het wel mooi, want het ziet er wel een beetje uit als Symbolica. Zo, die stijl met die torentjes. Maar denk je dan dat Paddel en Pardijn en Pardot ook erin zouden zitten? Nou ja, dat vraag ik me dus af. Wat ik vooral mis in Symbolica nu, is ook een beetje de storyline met die bad guys. Die Rattar en Pantagor. En ik vraag me dus af of dat daar wel in had gezeten. Denk je beter dan Symbolica? Dat denk ik niet. Gaan we eigenlijk door naar de allerlaatste. Ja. En dat is eigenlijk een beetje een soort eervolle vermelding. Want het is niet echt een attractie, maar het is wel iets wat er bedacht was. Okay. En dat zijn de Zwammers. Dat klinkt als een lijpe band. Wij zijn de Zwammers, dank jullie wel. Fijne avond. Ja, en de Zwammers is dus eigenlijk een beetje in een heel ver weg verleden. Yeah. In een duister ver verleden. Is dat een beetje, met heel veel fantasie, is dat dus een beetje de voorloper van Kniesende Kniesoor. Meen je niet? Ja, want zij zouden dus dingetjes gaan zeggen. Het was een project opgestart om te kijken of ze dus een soort interactie konden krijgen. Ja, eigenlijk een soort Kniesende Kniesoor, maar dan drie paddenstoelen. Maar kan dat niet alsnog? Want ik zou best nog zo'n ding willen erbij. In het nieuwe paddenstoelendorp, bij die nieuwe paddenstoelen zou dat een hele leuke toevoeging zijn. Ja, en misschien kan die dan wel onze namen. Precies, want Kniezen de Kniesoor, ik heb hem eigenlijk nog nooit een naam zien zeggen. Je hebt je hem zien zeggen. Ik heb hem ook nog nooit iets zien zeggen. Ik heb hem wel iets horen zeggen. Wat is dit flauw. Nee, maar echt, heb jij dat echt gezien? Ja, gehoord. Ik geef het op. Maar het lijkt mij dan wel leuk als die Zwammers, dat klinkt namelijk echt als een band, als ze dan ook een eigen liedje zingen of zo. Het doet mij eigenlijk wel een heel klein beetje denken aan in Phantom Manor. Ja, die koppen. Die koppen die dan ook een beetje zo staan te zingen. Ja, maar dat vind ik dan suf. Dan denk ik, wat is dit? Ja, nee, maar ik bedoel, het zou leuk zijn als zij ook gewoon met z'n drieën zo'n liedje zingen, die paddenstoelen. Wij zijn de Zwammers, wij zijn de Zwammers. Nou, ze weten wie ze moeten bellen, hè? Ik ben songwriter. Voor de Zwammers. Ik kan niet iets bedenken wat rijmt op zwammer, behalve zwanger. Maar dat is niet zo leuk. Als jij een woord weet wat rijmt op Zwammers, laat het weten in de reacties. Bangers. Wij zijn de Zwammers. Je durft hier niet langs, want je bent een banger. Tot zover de songwriter Meerte. Ja. Nee, maar even afrondend. Ja. Welke van deze projecten denk je dat het leukst was geweest als ze wel daadwerkelijk gebouwd waren? Nou, eigenlijk wil ik een paar gewoon toevoegen aan de Efteling. Zoals de Tiki Room Jungle... wat was dat weer? Jungle Symphony. Dat kan er gewoon bij, toch? Ja, ben niet helemaal met je eens. Dat kan gewoon erbij. En die Zwammers moeten er ook bij. En dan verder denk ik dat die Hartehof ook heel leuk was. In plaats van Symbolica? Nee, niet Symbolica, weg erbij. Alles mag erbij komen. Nog een Pardoes-attractie erbij. Al deze attracties die we net gehoord hebben. En een matrascoaster. Alles erbij. De matrasachtbaan. Stel je voor dat het een sikke lounge heeft. Wow, het is zeg maar zoals dat moment dat je in je bed ligt en dat je denkt dat je valt. Maar dan ben je echt in een bed aan het vallen. En misschien kunnen ze met een soort vering iets. Met de stoeltjes. Of dat je, zodat het echt op een soort matras lijkt. Dat je net zoals die surfachtbaan. Die kan je ook zo. Ja, genoeg om over na te denken. Ik wil alles. Laat in de reacties weten welke van deze attracties jij graag in de Efteling zou willen zien. En of je zelf nog een idee hebt voor een goede attractie. Bedankt voor het kijken en nog een hele fijne avond. Slaap lekker en tot de volgende keer. Doei!